Hallo allemaal. You just give me a... bij deze nieuwe vlog. Het is vandaag maandag. Nieuwe week, nieuwe kans. Ik heb vanochtend lekker gesport. Ik heb net even lekker gegeten. Ik had gisteravond sushi gemaakt. Dat heb ik net opgegeten, want er was best veel over. En ik ga zo meteen, zo leuk, een video filmen met mijn nichtje van 9. Nou, het is eigenlijk de dochter van mijn nicht. Dus wat is het dan? Ja, toch niet je achternichtje. Het is gewoon ook mijn nichtje. En zij heeft dus geshopt op Naked. Super leuk. En ik heb dezelfde outfit als haar gekocht, maar dan in een grotere maat. Dus ja, er komt eigenlijk gewoon een mini-me. En de reden waarom ik dit doe, is omdat ik leek vroeger heel erg op mijn nicht. En haar dochter lijkt nu niet normaal veel op mij. Dus wij zijn alle drie gewoon, lijken gewoon heel erg op elkaar. Vooral op de leeftijd die zij nu is. Als je foto's van mij ziet van toen ik 9 was, zie je gewoon meteen, gewoon ook van toen ze baby was hoor, en kleuter, peuter. Lijkt zo erg allemaal op elkaar, dus dat is gewoon zo grappig. Dus ja, we gaan, ik ga haar ook een beetje opmaken, zo een beetje look geven. Misschien wel de haar krullen als ze dat wil. En dan gaan we helemaal leuke lookjes maken en dan zijn we dus helemaal twinning. En ja, helemaal leuk. Dus helemaal zin om die video op te nemen. Dus dat is vandaag. Super veel leuke items van Lounge kregen, maar dat zit in de vorige week vlog. Maar het kwam net als binnen, dus ik kon het... net pas filmen. Ik heb echt een superleuk weekend gehad. Ik weet nog niet of ik het nou heb gezegd. Volgens mij niet. Maar ik heb dus een huis in Amsterdam. Volgende week al, verhuizen naar Amsterdam. En dit is echt gewoon een droom die ik heel lang al heb. Echt heel lang. Ja, ik wil er nog niet te veel over kwijt. Die gaat meer al in. Ik wil het een beetje bewaren tot de volgende week vlog. Maar je gaat me deze week wel zien inpakken en dat soort dingen allemaal. Helemaal excited. Het is weer tijd. De hoogste tijd. Voor mijn favoriete merk ever. Look Fantastic. Nou, het is eigenlijk geen merk, het is gewoon een website. Ja, dit moet ik gewoon met jullie delen. Want er is mega Black Friday deal sale. Aankomende vrijdag voor jullie... is het Black Friday. En er zijn mega veel kortingen die vandaag al starten. Tot, het loopt erop tot 50% korting. En met mijn kortingscode zoals altijd, SARAHVOF, krijg je nog eens extra 11% bovenop de geselecteerde kortingen. En het is echt mega doos. Eén ding zal ik er echt heel benieuwd naar ben. Oh mijn god, het is een ding groot. Dit. Dit is zeg maar zo'n waver waar je mermaid hair mee kan maken. I'm in love. Ik denk dat het zo leuk is. En ik ga hier zo meteen een TikTok van maken. Hoe je dit dus kan doen. Heel erg benieuwd. Ze zijn ook echt wel groot. Zeg maar. Het zijn dikke waves. Maar dat wilde ik juist. Ik dacht dat is wel, wel leuk. Want ze hebben dus ook een dunnere met 25 milliliter. Centimeter of zo? Millimeter. Maar deze zijn dus wat dikker. Ik kan niet wachten om dit uit te proberen. En dan krijg je dus allemaal van die waves. En ik wilde ze dus wel lekker dik. Werkt dit dan? Zie je dan gewoon zo, ja. Wat grappig. Ja, dus hier ga ik een TikTok van maken. Hoe ik dit ga doen, dus dat kunnen jullie zien. Mijn favoriete parfum Alien. Lekker voor de feestdag weer. Ik vind het echt een winters feestdag luchtje. Dan heb ik heel cute van OPI deze nagellakjes. Allemaal leuke kleurtjes, want ik doe niet heel vaak nagellak op. Ik gebruik het namelijk alleen voor mijn teennagels. Dus ik dacht, die kleintjes zijn top. En dan gaan ze worden dus ook niet zo snel, zeg maar, oud en hard. En het is dus een witte, een wat roze, een beetje nude en een wat bruinige kleur. Dus helemaal leuke kleurtjes. Dan kreeg ik dit er gratis bij. Een shampoo en conditioner. Altijd handig. Dan mijn favoriete blush of all times. De Orgasm X blush. En die is kwijtgeraakt. Zo erg. Maar dit is echt het leukste kerstcadeautje wat je ooit kan geven. Als je iemand een blush wil geven, geef alsjeblieft deze. Want hij is zo mooi. De Orgasm blush. Echt... I love it. Zo mooi. Dus die. Dan dit super mooie oogschaduwpaletje. En deze heb ik voor mijn moeder gekocht. Als kerstcadeautje eigenlijk. Ik kan natuurlijk nu met Black Friday al je kerstcadeautjes gaan inslaan. Want er zijn mega veel kortingen. Dus dat is echt
de tuin. Kijk hoe mooi dit paletje is. Hele mooie nude tintjes. Ja, ik denk dat mijn moeder dit heel leuk gaat vinden. Dus deze moeder is ook helemaal fan van MAC. Echt helemaal haar merk. En dan als laatst een liquid bronzer. En ik was heel benieuwd naar deze. Ik zag deze best wel vaak voorbij komen. Dit zit gewoon in zo'n tubetje. Super leuk. Dus dat allemaal, ja. Helemaal leuk. Ik zal even wat merken opnoemen waar heel veel korting op zit. Dan kunnen jullie daarop shoppen. Wil je nou goede shampoo, moet je echt voor Kerastase gaan. Dat is nu tot 30% op geselecteerde artikel korting. Op MAC is er 25% geselecteerde korting. Op Urban Decay, ook een van mijn favoriete merken, make-up merken, is er 30%. CeraVe 33%. Estée Lauder 25%. Yves Saint Laurent 30%. Bobbi Brown 25%. Dus ja, ik hoor dat allemaal super grote dure merken waar dus nu super veel korting op is. En met mijn kortingscode SARAVLF krijg je hier dus nog eens 11% bovenop. Dus gebruik SARAVLF. Check de TikTok natuurlijk. Ik kan niet wachten. Ik ga dit gewoon meteen doen. Welkom aan deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 14 november. En ik heb de vlog al geopend, of niet? Ik heb de video gefilmd. En mijn nichtje was zo schattig en zo gezellig. Ik ben nu manchego kaas aan het eten. Super lekker. En ik ga wat editen. Ik moet editen. Dat is een gezellige dag. Lekker chill. Maar ook wel weer productief. Ook wel weer veel kunnen doen. Dat is helemaal top. Deze kaas opeten. Donderdag heb ik mijn diploma uitreiking. Ook heel leuk. En daarna gaan we het eten. Want ik heb hem om 6:15 volgens mij. 6:15 tot 7:15. Of wacht. 6:15. Is het gelukt? Ja. Ja? 6:15 tot 7:15. Perfecte tijd. We kunnen daarna dus lekker uit eten. En wat is leuk? Het is inmiddels avond. Ik heb net de weekvlog geëdit. En ik ga zo meteen lekker mijn make-up eraf halen. Serietje kijken. Morgen ga ik weer naar werk. Ik vries hem ook dood. Oh my god. Zijn we koud aan het worden hoor. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. En ik ga lekker werken. De PNR is weer gesloten. Helemaal gezeik. Dus nu ga ik met de OV. Dus ik ga nu naar de bus rijden. Volgende week woon ik dus eindelijk in Amsterdam. En dan heb ik altijd gezeik niet meer. Ik kan niet wachten. Ik moet wel nog een scooter naar Amsterdam toe rijden. Dat wordt nog wat. Ik weet echt niet hoe ik dat ga doen ofzo. Maar dat is nog een hel. Oh, het is inmiddels wel weer avond. Hele werkdag zit erop. Het was een heftige dag. Veel gedaan. En ik had de hele dag knallende koppijn. Morgen gaan we ook weer even lekker een dagje werken. En dan heb ik alweer vrij. Ik werk natuurlijk maar 2 dagen. Maar dat is voor mij perfect. Donderdag heb ik mijn diploma uitreiking. Dus daarom werk ik morgen. Normaal werk ik dinsdag, donderdag. Beetje verspreid over de week. Wel chill. Ga even lekker de skincare opdoen. Love it. Skincare heb ik allemaal vaak van The Ordinary. En ik koop al mijn skincare bij mijn favoriete winkel. Look Fantastic. I love Look Fantastic. Gewoon zo erg. Ik gebruik niacinamide. Hyaluronic acid. Ik gebruik retinol. Voor de ouderdomheid, rimpels en shit. Ik weet dus, ik heb dus iemand zei een keer volgens mij onder een video dat het beter is om je skincare dus te deppen eigenlijk. Maar doe ik nooit. Dat doe ik echt nooit. En dan mijn allergrootste favoriet. De 8 Hour Cream van Elizabeth Arden. Op mijn lippen. En ach, deze is gewoon zo chill. Ach, ik ben echt aan het aftellen om te gaan verhuizen naar Amsterdam. Ik heb dit hele weekend vrij gepland. Maar mijn weekend staat nu alweer vol. Ik wilde dit weekend gaan verhuizen. Zeg maar gaan inpakken. Woensdagochtend ga ik verhuizen. En zondag ga ik naar het huis toe. Dus in deze weekvlog gaan jullie het nog zien. Helemaal leuke verhuisvlogjes. Altijd leuk. Vind ik zelf ook altijd heel leuk om te kijken. Dus ik kan echt niet wachten met jullie als te delen. Ik heb zoveel leuke dingen voor in mijn huis al. Het slaat nergens op. Ik heb even van die lekkere sesamballen uit de vriezer gehaald. Ik vind die zo lekker. Dus ga ik opeten. Maar ik denk dat ze nog te bevroren zijn. Ja,
Zelf tevoren, jammer. Ik had wel bij Albert Heijn to go dit drankje gehad. En deze is zo lekker. Vitamina met rabarber aardbeissmaak. Er zit vitamine C, D, zink en biotine in. Ik had dorst. Heel lekker. Ik ga nu even lekker editen in mijn bedje. Helemaal zin om in mijn bed te liggen. Het is echt nog maar 9 uur zomer. I love it. Dit vind ik zo leuk aan de herfst en aan de winter. En ik had vandaag even een sticker tab met vragen op mijn Insta gezet. En toen ging ik lekker kletsen met jullie. Het was zo leuk. Ik vind het zo leuk om met jullie in contact te zijn. Goedemorgen allemaal. Het is woensdag. Woensdag? Ja, woensdag. Ik ben in Amsterdam alweer onderweg naar kantoor. Ik ben weer te laat, want de PNR was weer gesloten en ik moest weer met de OV, dus ik heb helemaal gezeik. Ik heb dus een haarband in en ik weet niet wat ik ervan vind. Het ziet er sowieso nu niet uit met die wintermaren. Maar goed, ik ga weer lekker een dagje werken door. Vooral een lekker dagje werken door, het is echt een super mooie dag. En uit werk ga ik naar Stam, gezellig, gaan we bij hem eten. Dat is helemaal leuk. Nou, we zijn lekker op kantoor. Kijk, nu kun je misschien een beetje zien. Wat doe je tegen dit? Oh, dit. Ja. Ja? Super nice. Maggie! Oh, dat is zo cute. We gaan make some coffee. Lekker. En ja, we're gonna work today because. Waarom gaat het Engels? Morgen heb ik mijn diploma uitreiking. Oh my god! So nice. Yeah. I'm fully graduated. Ja. I have to pick it. But I received a new package from, I don't know, a brand. Yeah. With a really cute dress, so maybe. Maybe. And I thought maybe if pieces will arrive, then I can make nice content in pieces dress. Oh, also like these jeans. Yeah. What? An M. An M? Yeah. But a long time ago. Yeah. Yeah. 2 years. 2 years ago. Because I look so white in this thing. Oh, yeah. Nah, nee. But. Ja, echt, ze zitten gewoon perfect. But I also ordered the black pair. Yeah. But I could not get the button to open. Like, nee. And I didn't even try the button. Oh, that's weird. Cut it. Yeah. I also want Uggs. I have, but they're ugly. Like. No, but like, I want. Oh yeah, but I also have that. I want the low. Yeah. Yeah, me too, but they're sold out. Sold everywhere. No, all even in Italy, yeah. Nee. I tried everywhere, Salando in Italy, everywhere in Italy they're sold out. But I want the low, there's the like. Oh, I want like the beige, like white beige. Oh, wow. Sandachtig. Pretty, so pretty. But yeah, they're not there. I also have that one. I can, yeah. I have the black and that one also in that size. Yeah, but like this is okay. Yeah, like this is the long pants. Yeah. I want either these or these. Yeah, ew. Yeah. Yeah. That. Yeah. That one or like the more beige and white sand. Yeah, sure. Oh my god, Maggie. Yeah, these two. But they're, you can't find them anywhere. Right. Fucking hell. And the olive, they also have them with the lighters like this. Yeah. Nee, hè? Fan. Nou, dat is onze morning talk. Ik heb koffie nodig. Het is inmiddels avond. We hebben lekker gegeten bij Stan. En we gaan nu lekker sporten. Helemaal chill. Goedemorgen allemaal. Oh, het is echt al zwaar middag. Het is 3:30. Ik heb de hele tijd achter de laptop gezeten. Ik word zo duf. Koud en ik ga eventjes omkleden en opmaken, want ik heb vanavond mijn diploma-uitreiking. Nou ja, vanavond om 6:15. Van 6:15 tot 6:45. Daarna ga ik lekker uit eten bij Loetje. Vandaag edit. Ik had vanochtend een meeting met Isabel en Bo over plannen. Over wilde plannen, ja. Die we, nou ja, leuke plannen misschien voor het nieuwe jaar. Ik wil gewoon willen doen met z'n drieën en oh, ik wil dat zieker uit. Ik moet een outfit gaan kiezen voor mijn diploma uitreiking. En ik weet niet waarom. Wat is nou weer leuk voor je diploma uitreiking? Echt. Oh my god. Echt geen idee. Ook geen leuke jurken. Het is gewoon koud en vies weer. Ik had er geen zin in nu. Oké, ik heb mezelf
mezelf even klaargemaakt. Make-upje op en zo. Helemaal top. Ik heb uiteindelijk na 20 outfits gewoon gekozen voor een simpel, classy, zwarte blazerjurk. Met deze schoenen, hakken. Helemaal cute. Helemaal leuk. Let's go. Nou, we hebben onze mooie afstudeerhoed op. Kijk dan, wat een toren. Ja, dat is echt een toren. Maar kijk, als je het van hier ziet. Ja, maar die is juist het normaal een beetje goed. Nou, ik weet het niet. Maat XXL. Daar gaan we. Nou, we zijn lekker aan het eten bij Lucia. We zullen wat fam. Stan en ik gaan als voorgerecht een burrata delen. En we hebben lekker een salpie. Heerlijk. Nou jongens, ik was een beetje vergeten te vloggen, maar we hebben lekker ons biefstuk. Ik heb biefstuk Bali. Lekker normaal, lekker brood, lekker groenten, frietjes, lekker rood wijntje. Nou, voor mij kan je niet blijer krijgen. Nou jongens, we hebben echt super lekker gegeten. Top. Ja. Ja. Vind je het lekker? Ja, dat is ook lekker. We hadden vooraf dus lekker burrata en zalm. Doe je stoer, kom in de video dan. Durft hij niet. Nee, maar de diploma uitreiking is super leuk. Ik zal een filmpje erin doen, want het is een film. Nee, we zijn ook een avondje. Ik ben mijn broer altijd. Ik weet niet of mijn broer die al wil, maar. Stijn. Stijn. Nou, het is vandaag vrijdag. Ik ben nu bij de sportschool. Ik was net bij de dokter voor mijn neus. Want mijn neus zit zo verstopt. Gewoon al maanden. En ik heb dus chronisch dik slijm of zo in mijn neus. Dat klinkt echt zo goor. Maar ik krijg dus nu een soort neusspray. Wat dat moet tegen. Ik ben nu bij de Basic Fit. Ik ga sporten. Bovenlichaam. Ik denk rug, chest. Daar heb ik zin in. En dan morgen misschien bicep, tricep, buik. Ja. Oké, okay, here we go. Oké, ik heb inmiddels lekker gesport en gedoucht en me omgekleed. En ik ga nu naar Zandvoort, want daar woont Anna. En dan gaan we dus een podcast opnemen, want Anna en Marel nemen samen met een podcast op. En ik dacht, hoe leuk als we gewoon... Nou, vorig jaar toen we gingen uit eten hadden afgesproken dat we een podcast gingen doen met z'n tweeën. Dus, nou, hartstikke leuk. Helemaal zin in. En we gaan ook een TikTok maken voor Boursin. Een butterboard. Maar die staat online op mijn TikTok. Dus die kan je checken. Ik ben met de girls. Anna heeft al lekker gekookt. Ik dacht dat het gewoon voor de film was. Start! Ik dacht dat we een unboxing gewoon net hebben. Een nep-unboxing. Nee, we doen alles echt. Ja, dit zijn onze mics. We gaan dus, ik had al gezegd, podcast opnemen. Ja, vind ik leuk. We hebben net, ja, ik heb het misschien nog gezien. Wanneer komt het? Volgende week woensdag. Ja, maar dit voelt ook wel... Maar die vorige die we hadden, die waren dus niet goed. Nee, dat was echt verschrikkelijk. Hoe kan dat? Ik denk ook dat wij dingen fout doen. Oh ja. We zullen alleen maar positieve reviews op. Kijk, wij zijn niet achterlijk. We gaan wel nee. Reviews lezen. Jij hebt het verkeerd om. Dat was één ding, maar voor de rest was het dus ook. Jij kunt ook een beetje ik weet niet. Ja. En als hij niet andersom mag, dan moet hij ook niet zo kunnen bewegen. Nee. Maar kijk eens. Anna heeft een lekker gevulde pasta. Ja, gevulde pasta schelpjes. Ja, echt leuk. Het ziet er nu een beetje tips uit. Ja, het moet er nog in de oven. Een beetje pips moest ik eigenlijk. Wat pips. Een lekker salad. En we hebben dus die butterboard gemaakt. En het is echt super lekker. Echt een aanrader. Maar ik ben echt zo benieuwd naar die podcast. Lijkt me echt leuk. Kijk nou hoe leuk dit is. Het ziet er helemaal professioneel uit. Nu nog filmen. Eindelijk zijn ze professioneel. Nu nog filmen. Als ja, we echt fully professional zijn, dan kom je weer. Ja. Een jaar of zo, weet je wel. Ben je niet? Over een jaar. En dan, half jaar, laten we zeggen half jaar. Kijk, zie, nu ziet het er niet meer zo pips uit. Pips. Niet bips. Tips. Tips. Je zei, het ziet er een beetje tipsy uit. Oh ja. Zeg je dat toch? Nee. Hey, tipsy, dat is dronken. Nee, maar dat je pips. Ja, pips. Nee, pips. Niet tipsy. Ja, maar dat was gewoon een
Woordfout. Nou, en we gaan de FOMO-show kijken. Ja, moet je allemaal kijken. Oh nee, wacht. Dan kijk ik. Verlies ik mijn views. Ja, ja, kijk de podcast. Kijk de podcast. Nou, luister, luister. Ja, nee, maar waar niet uit. Hele goede morgen, het is vandaag zaterdag. Het is alweer 11 uur, ik heb een video geëdit. En ik wil je even iets zo cute laten zien, want het is nu Sinterklaas in tocht hier. En ik zag al die kinderen en Sinterklaas komt nu langs. Hoe cute! Dit is toch te cute. Al die pizza. Oh, ik weet nog wel van vroeger dat ik dit zo geweldig vond. Ik vond dit zo geweldig. Ik ga kijken of ik Lianne ga spotten. Dat is mijn nicht. En Mila van de Naked video. Mila loopt hier sowieso. Alright, dat was even heel leuk de intocht. Het is inmiddels al 11:45. Ik heb de video geëdit en al. Hij zat ingepland. Ik wil eigenlijk dus hier eventjes in mijn dorp naar de kringloopwinkel. Want ik ga natuurlijk volgende week verhuizen. Ik moet het hele weekend ook verhuizen en inpakken. Ik heb pannen nodig. En mijn moeder zei, ik zou gewoon naar de kringloop kijken. Maar kijk, ik zeg, dat is toch fucking vies. Iemand kookt allemaal eten in die pannen en zo. Nou, ik weet niet of ik dat voor me zie. Maar ja, misschien als ze heel nieuw en schoon zijn of zo. Ik denk dat het meer ook gewoon het idee is. Want als je het afwast, dan... Ik bedoel, voor het hele restaurant weer ook fucking goor gekookt met al die pannen. I don't know, ik had echt gewoon een soort vies idee bij. Kijk, zelfs het is van iemand die ik ken, dan zou ik het niet boeien of zo. Maar, I don't know. Oh, trouwens zijn zo fucking veel pakketjes binnengekomen. Die ik even met jullie wil delen. Als eerst heb ik dus een pakketje van Pieces. Daar moet ik ook content in maken. Heel leuk glitterpak. Dus een legging en een shirt. Ik weet niet waar. En dan een hele leuke glitterjurk. Altijd goed. Ik heb zoveel glitterjurken, maar oké. Okay. Helemaal leuk kerstig. Dus deze ga ik denk met kerst aan doen. En dan een hele mooie blazerjas. Heel vet. Maar hier ja, komen dus nog stories en alles van. Dan heb ik een nog meer glitter gekregen. Maar ook wel leuk voor Parijs. Want ik ga dus volgende week ook naar Parijs. Dan gaan we natuurlijk ook veel lekker uit eten en zo. Dus dan is het ook leuk om helemaal, ja, cute outfitjes te hebben en foto's te maken. Weet ik het allemaal. Van Studio Amaya bedoel ik. En er zit echt een heel leuk soort Parijs setje in. Echt zo'n vibeje. Kijk, zo'n leuk jasje. En daarbij zo'n broekje. Hoe leuk, zo'n pakje. Dat is echt... helemaal Parijs vibes. Ja, dus dit vind ik helemaal leuk voor in Paris. En ik heb het allebei in maat M, want ze zeiden dus dat het wat groter viel. Deze in maat S, dus het valt wat groter, dus ik heb juist een maatje kleiner. En dan heb ik een heel leuk setje. Kijk, dat is dit rokje. Super leuk in maat S. Super leuk rokje. Heel vet ook voor Parijs. En dan dit blouseje erop. Een wit blouseje dus. Zet je. Maar dit is ook leuk voor de feestdagen. En ja, voor alles leuk. Dan had ik weer een nieuw pakketje van Keune. En dit is een Stieglitz editie. Het zit echt in zo'n leuke doos verpakt. Kijk nou hoe leuk dit is. Het zit in zo'n doos. Keune heeft altijd echt leuke verpakkingen. En dan dus zo. En dan zit er een shampoo en conditioner in. Deze heb ik wel eens gehad van Keune en ook opgemaakt. Heel chill. Een scarf in. Wat een cutie. Oh my god. Ik alleen vind dit soort dingen altijd heel moeilijk te combineren. Hoe combineer je dit nou weer? Dan een scrunchie. Ook altijd leuk. Heel uitgesproken. Dit is niet helemaal mijn stijl. Maar wel cute. En een... Oh, die is heel leuk. Kijk hoe leuk met dat paars. Als je dan een paarse look hebt, dan een paarse... Goed. Dus dat was de Keune. Oké, ik moet vandaag echt gaan verhuizen. Ik stel het alleen echt ziek erg uit. Ik ga eerst even naar de kringloop. Gewoon even rondkijken. Ik weet eigenlijk helemaal niet of het open is. Ik ga even kijken. Het zit toch echt bij mij hier in de straat. Dus... Maar het is ook geen reet uit. Oh, het is koud. Nou, ik kom net van de kringloop vandaan. Ik heb er echt 10 minuten rondgelopen en gekeken. Maar er was echt helemaal niks. Gewoon niet eens één pan.
Oh ja, van die hele ouderwets oude pannen. Maar daar kook je zeg maar niet echt meer mee of zo. Geen pan. Maakt niet uit. Dan gaan we maar gewoon verhuizen. Want ik zit het ook gewoon... Nou, verhuizen. Inpakken. Want ik zit het ook gewoon vet erg uit te stellen allemaal. Ik ben dus zeg maar nooit verhuisd geweest in mijn leven. Dus al mijn spullen liggen gewoon hier. Ik woon heel mijn leven al in dit huis. Ben ik zelfs geboren. Dit is gewoon alleen al wat uit de keuken komt. En dan is dit niet mijn uitzetten. Nee, dit is gewoon wat uit de keuken komt wat ik gebruik. Like, how the fuck. Dat wordt mijn tv. Neem ik deze tafel en stoelen mee. En dit natuurlijk. Ja, en nu ga ik verder kijken. Bijvoorbeeld al die proteïnepoeder en zo. Dat soort gezeik heb ik ook allemaal. Dan moet ik nog boven al mijn kleding gepakt. En mijn uitzet is ook echt niet normaal. Oh my God. Ik ben lekker druk bezig met inpakken en weet ik allemaal. Kijk, weet je wat we gaan doen? We gaan deze kledingrek gaan we gewoon in zijn geheel vervoeren in de bus. Dus die gaan we gewoon zo op erin zetten. Dus heb ik hier mijn pantalons, mijn sweaters en mijn jasjes, blazer en zo. Dan heb ik hier in deze al mijn spijkerbroeken en topjes. Deze laat ik hier thuis staan, want ik heb er nog één. Dus die neem ik mee. En deze schoenen laat ik hier. En deze jasjes, nee, ja, doe ik niet heel veel aan. Vind ik wel leuk om te hebben. Deze sweaters laat ik hier allemaal. En deze, dit qua kleding laat ik hier allemaal. Best wel veel eigenlijk nog, maar het is of zomer. Oh nee, dit moet nog. Ja, dit zijn ook allemaal korte broekjes en zo. Ja, dat ga ik allemaal niet meenemen. Maar om een nieuwe kledingkast in Amsterdam even aan te vullen, heb ik superleuke kleding van Chiquelle mogen ontvangen. En hun doen ook mee met de Black Friday natuurlijk. Ze hebben nu een enorme Black Friday aanbieding. Oh my god, ik krijg een flashback naar toen deze deur uit zichzelf dichtging. Maar volgens mij deed ik dus gewoon oprecht gewoon zo. Hij ging niet dicht. We hebben 40% korting op alles. Gewoon 40% korting op alles. En er is één kortingscode voor. Dat is Black 40. En met Black 40 krijg je dus 40% korting op alles. Super ziek. Ik vind het chill aan Chiquelle is dat als je besteltjes echt binnen 1 à 2 werkdagen binnen hebt. Dat komt omdat ze volgens mij hier in Nederland of België een warehouse hebben zitten. Waardoor het echt super snel te verzenden is. In ieder geval, ik krijg altijd echt de volgende dag mijn pakketje binnen. Ik heb allemaal leuke items. Die liggen daar op bed. Ik heb ze al een beetje bekeken. Maar ik ga ze even aandoen en jullie laten zien hoe het eruit ziet. En dit zijn Isabel en Bo, denk ik. De bel ging, Isabel en Bo kwamen. Toen hebben we thee gedronken. Toen ben ik naar de winkels gereden om nog verhuisdozen te halen. Weet ik het allemaal. Ben ik gewoon helemaal vergeten die kleding te filmen. Dus dat ga ik nog doen. Komt eraan. Maar ik moet nu eerst heel even verder met opruimen, want I'm getting stressed. Oké. Okay. Ik heb hier als eerst deze rode jurk. Deze vind ik echt super leuk. Kijk, hij maakt je ook echt een mooi soort zandloperfiguurtje door die door de strik. Hij zit echt gewoon perfect. Hij zit ook niet heel strak, dus dit is eigenlijk perfect voor kerst. Dan kan je lekker uitbuiken. Ik heb net ook pasta gegeten, dus mijn buik is zeg maar zo opgeblazen. Dat maakt allemaal niet uit, want ik bedoel, pasta is hartstikke lekker. Dan deze super leuke blouse. Deze vind ik echt zo cute voor het eten of zo. Hij heeft hier dus ook weer zo'n strikje. En een beetje van die puffy mouwtjes. Van achter heeft hij ook een soort open rug op de helft. Oh, ik heb dit helemaal niet vastgemaakt. Had ik helemaal niet door. Ja, die kan dus ook nog vast, dus dan zit dit zo mooi strak aangesloten. Helemaal leuk. Deze super vette cargo pants. Deze past ook echt perfect. Zit echt top. Zo leuk is deze. Oh my god. I love it. Dan deze super leuke kooltrui in een leuke beige kleur. Gewoon lekker een neutraal item. Ziet eruit als mooie kwaliteit. Leuk kleurtje. Dus dit is gewoon ook heel leuk op deze broek. De kleuren komen net iets anders op de camera. Misschien omdat het dus nacht is. Dan dit superleuke oversized witte vest. Deze vind ik ook echt heel leuk. Met die zakken zo hier. Vind ik echt heel leuk. En dan heeft hij toch wel een beetje een V-halsje. Dus, hè, you know. Ik heb al voornamelijk lekker sweatertjes en van die leuke truitjes voor in de winter. Want dat heb ik echt maar nodig. Ik heb gewoon niks. Ik heb alleen maar crop tops en koude shit. En ik heb het ook alleen maar koud. Mijn de laatste zit weer helemaal into the natural pieces. Want die kan je gewoon helemaal soort maar tot een look creëren. En allemaal laagjes bij elkaar maken. En dan leuke gekleurde accessoires bijvoorbeeld. Vind ik helemaal weer leuk.
Dan deze superleuke sweater. Deze is echt super zacht van binnen. Echt zo lekker zacht. Echt, hier wil je gewoon lekker aan knuffelen. Ik vind deze kleur niet echt leuk op de broek, want het is een beetje groen. Maar ze hebben deze in heel veel kleuren. Leuk op een soort spijkerbroek of zo, of pantalon. Dan deze superleuke trui. Deze vind ik echt heel leuk op de broek staan. Het is echt precies dezelfde kleur. Nou, op camera komt het zo anders over. Ik vind dat zo raar. Hoe kan dat nou weer? Helemaal cute. Oké, en dan als laatste alweer deze blouse. Deze vind ik echt super, super leuk. Kan je ook nog een beetje zo in je broek stoppen bijvoorbeeld. Daar kan je altijd van alles mee met een oversized blouse. I love that. Hij heeft van die leuke grote zakken. Vind ik ook heel leuk. Dus ja. Nou, in ieder geval, dat was wel weer het laatste item. Het stofje is ook trouwens echt heel zacht. Wel een zacht stofje. Maar vergeet dus zeker niet de code BLACK40 te gebruiken. En er is 40% korting op alles. Dus ik ga nu lekker mijn make-up eraf halen. En lekker beneden met mijn ouders handmade heel kijken. Daar heb ik zoveel zin in. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag. Ik heb mijn haar gekruld met die nieuwe tool van Look Fantastic. En I like it. I like it so much. Ik ben benieuwd hoe lang ik blijf zitten. Ik ga nu naar mijn huis in Amsterdam. Een nieuwe hostel. Yay! Finally, gonna show it to you guys. Ik ben wel al too late, maar dat maakt niet uit. We gaan nu. Oké, ik wilde dus met PNR Sloterdijk gaan doen. Maar dan moet ik dus wel eventjes lopen en met de tram en blablabla. Nou, daar heb ik al geen zin in. Dus ik ga nu gewoon naar het huis toe. Alleen, het is daar dus 6 euro parkeerkosten per uur. Ja, dat is gewoon fucking kut. Maar ja, ik ga er ook weer niet heel lang heen. Ik heb gewoon geen zin. 50 km per uur. Ik heb gewoon geen zin in moeite en door de regen lopen. En dit is fucking koud. Nee. Ik vind het haar echt zo een vibe. I love it. What do you guys think? Ik ben met mijn Ruby. En drie keer raden waar we zijn. De IKEA. IKEA, helemaal leuk. Het is echt super druk natuurlijk, want het is zondag. We hebben er helemaal niet over nagedacht. Maar ik heb net de kamer gezien en ik kan het al helemaal voor me zien. We hebben net wel al een stellingkast gekocht voor in de keuken. We gaan nu check even deze rij. Ja, de rij bij de ingang. Ik kan echt niet wachten. Ik heb er zoveel zin in. Dus ja, we hebben even lekker IKEA dagje. We gaan hier natuurlijk ook eten. Ja, dat is goed. Oké, we zijn terug van de IKEA. Het was een succes, want we hebben echt allemaal van die handige dingen. Kijk, we hebben als eerst van die bakjes voor in de douche. Super handig, kan je daar gewoon je shampoo en je al die shit gewoon. We hebben een nieuw matje voor in de badkamer. Ik heb van die, manden voor zo'n blokkenkast. Allemaal van die organizing bakjes. En deze ook voor de douche. Heel cute, voor je tandenborstel en zo. Helemaal top. Oh ja, deze hebben we nog voor de toilet. Voor tamponies. Kijk, dit wordt het huis. Dit is Cecile de kamer. Ook echt vet mooi. Super groot. Helemaal opgeruimd. Dit is mijn kamer. Zeg maar, ja. Zo. Het is nu onbewoond, dus kijk, en dit is mijn kast. Ook heel flex. En het is gewoon zo lekker hoog hier, dus het is helemaal top. Dit, we gaan een project maken van de keuken. We gaan laminaat leggen. En er komt hier een kast, die hebben we gekocht, hier deze. Het is hier een kast, we gaan een koffiecorner maken en zo. En weet ik, het is helemaal cute. En de keuken, dat is wel leuk. Dat is helemaal top, jongens. Ik ga volgende week dus verhuizen. Dus volgende week vlog. Ga je dit allemaal zien? Hoe cute is dit? En dit is nu zo aan de muur. Boos is voor Sil, want die is lang. En deze voor mij. En dit is dit nou net niet goed. Maar hier word ik autistisch van. Oh, ja. Ja, het moet wel gelijk. Maar dit is echt een lifehack, jongens. Je hoeft je ook niet te boren in de muur en zo. Echt super chill. Het is inmiddels 5:15. Ik ben weer thuis. Ik heb een beetje opgemaakt. Ik heb
iets anders aangetrokken, want we gaan nu lekker uit eten bij Brasserie de Haven. Dan kan je ook lekker sushi eten en zo. Super lekker. Ik heb een beetje hoofdpijn. Ik zit er mooi in Nederland. Ik weet niet waardoor ik kom. Ik ben zo blij bij mijn kamer. Ik kan gewoon niet wachten om het te gaan inrichten. En weet ik het allemaal. Echt volgende week, jongens. Kijk jongens, we hebben echt lekker eten. Doe even de flessen maar, je ziet niks. Of ze kennen jou. Chocolade daar. Je hebt een broertje. Een carpaccio. Ja, maar ik ken wel het. En de pietepaki. Ik vind het. Deze crispy gamba's zijn zo lekker. Lekker, oma. Ze doen eigenlijk de hele avond alleen maar met. Mijn haar is een heel veel van die. Haar plus zilver. Ik wil nog wel leuk doen bij de bar. So, this is my brother. Moet dat ook in het Engels dan opeens? Nee. Maar ik heb veel vragen over: heb je broers of zussen? Ja, ik heb een broer. En dat is Stijn, SV ook, Sarah. Verwoord. En dit is kleine. Oh, Emiel is weg. Emiel dacht. Emiel vond de vis nog stinken, dus hij zei: ik moet even een frisse neus halen. Oh, hier zit hij. Zit hij zo meteen? Nee. Hij zit hieronder. Ah, ik vind de vis nog niet zo lekker. Hij zal het stinken. Alright, ik sluit hier bij de vlog af. Super leuk dat ik eindelijk met jullie het nieuws kan delen. Dat ik ga verhuizen naar Amsterdam. Het voelt echt zo goed allemaal. Het voelt echt alsof het allemaal op zijn plek valt. Dus ja, stay tuned tot de volgende week vlog. Als jullie dit zien, dan zit ik al in mijn huis. Oh, dan ben ik aan het verhuizen trouwens. Maar goed, heel erg bedankt voor het kijken. Ik wil heel erg bedanken. En dan zie ik jullie snel weer. Doei! Yes, I'll be on my way now.